Welkom bij Mandarte. Vorige week zagen we een onbegrijpelijke sculptuur aan een kapiteel in de basiliek van de Sainte Madeleine in Vézelay. Vandaag hebben we het over de betekenis. Wat is hier afgebeeld? Is het een verhaal? En zo ja, welk? En voor wie is het dan gedaan? En waarom? En wie heeft de opdracht gegeven? Allemaal vragen die kleven aan dit kapiteel. We gaan op zoek naar schriftelijke bronnen. Er is een gidsje over de basiliek en dat is zelfs vertaald in het Nederlands. Een klein boekje met handige plaatjes en veel jaartallen. Veel geschiedenis, overduidelijk geschreven voor een gelovige doelgroep. Gelukkig is het niet al te prekerig. Het geeft de onderwerpen van wel 90 gebeeldhouwde kapitelen in de basiliek die nog eens in verschillende rubrieken gesorteerd worden. Zo is er een afdeling taferelen uit het dagelijks leven van 8 kapitelen, maar als je dit stuk voor stuk naleest is er geen één duidelijk. 6 van de 8 beschrijvingen eindigen in een vraagteken. Jammer eigenlijk, want ik had graag iets geleerd over het dagelijks leven van toen. Maar een beschrijving als 2 leeuwen en een vogel helpt niet echt. Waren er hier in de 12e eeuw loslopende leeuwen? Lopen ze door de noordelijke zijbeuk en dan voor het altaar langs naar de overzijde en dan weer terug door de zuidbeuk. Langzaam begin je te wennen aan al die rare poppetjes en dieren in compleet verkeerde verhoudingen met veel te grote hoofden, te dunne beentjes en merkwaardige, uitdrukkingsloze ogen. Al die mensen doen van alles. Maar je kunt niet zien wat ze doen en ook niet wat ze daar zelf van vinden. Het is de poppenkast van vroeger. Katrien riep wel dat ze boos was op Jan Klaassen, maar je kon het nergens aan zien. Je moest het horen of weten. Het gidsje maakt duidelijk dat het de kapitelen en de gebeeldhouwde timpanen zijn die deze basiliek belangrijk maken. En voordat je terugstapt naar de voorhal, zie je op de laatste pijler kapiteel nummer 47. De ontvoering van de herder Ganymedes door Jupiter, heet het. Het kapiteel mist een deel, het lijkt wel kapotgeslagen. Volgens het gidsje is de vogel Jupiter in de gedaante van een arend. Jupiter is Latijn voor de Griekse oppergod Zeus. Er staat een vermelding bij naar het boek Aeneas van de Romeinse schrijver Virgilius. De ouders zijn bedroefd, staat er, maar er is slechts één figuur die misschien de vader zou kunnen zijn. De hond blaft, staat er ook, maar je ziet een door angst verkrampte opengesperde bek. De duivel trekt met beide handen zijn bek open om des te beter zijn boosaardig plezier te laten zien. Staat er. Dan moet dat het hoofd zijn rechts van de vogel met de achterovergekamde haren tussen de katachtige oren. Dit is toch wel heel erg raar. Een duivel in een verhaal van Virgilius? Was het Romeinse Rijk toen al christelijk? En wisten deze beeldhouwers uit de middeleeuwen dat al? Er hangt ook een figuur met zijn hoofd omlaag in de bek van de vogel. Is dat dan Ganymedes? En wie was Ganymedes? Wat doet die man met zijn handen op zijn oren naast die vogel? En hoe kan je zien dat die figuur in de bek Ganymedes is? En als die vogel echt Zeus is, waarom heeft hij dan een dier, een varken of een hond in zijn klauwen en neemt hij die ook mee? Volgens het gidsje is het beeld gemaakt naar een tekst van de Romeinse schrijver Virgilius. Een onwaarschijnlijk beeld in een 12e eeuwse kerk. De andere 3 kapitelen op deze kolom zijn al even vaag en helpen zo te zien niet om de vragen te beantwoorden. Waarom zit het kapiteel hier bij de uitgang en wat betekent het? Volgens het gidsje gaat het verhaal dus over Ganymedes en over de oppergod van de Grieken, Zeus. De Grieken hadden heel veel goden en die waren geschapen naar het evenbeeld van de mensen. Ze hadden allemaal hun eigenaardigheden en deze eigenschappen werden ten opzichte van de mensen vaak uitvergroot. Zeus is een geval apart. Hij is de oppergod en getrouwd met zijn zus, Hera, ook een godin.
Maar hij heeft heel veel affaires met andere godinnen en zelfs met gewone sterfelijke vrouwen. Daarover ruziet hij met zijn echtgenote omdat zij jaloers is, want Zeus kiest altijd de mooiste vrouwen uit. Schoonheid is in die dagen al het hoogste goed dat een vrouw bezit. En die vrouwen gehoorzamen hem natuurlijk altijd omdat hij de oppergod is. En als ze niet willen, sommige vrouwen zijn nu eenmaal erg eigen gereid, verzint Zeus wel een list. Maar nu komt Ganymedes. Want we weten niet of Zeus het doet om zijn vrouw een beetje te ontzien, maar op een dag besluit hij dat hij zijn grief wil halen bij een jonge man. Er zijn in de antieke Griekse samenleving meer verhoudingen bekend van mannen met mannen, verhoudingen die in de literatuur vriendschap heten, maar als je doorleest een andere betekenis blijken te hebben. Mannen vrijen met mannen en oudere mannen doen het met jonge jongens. De christenen, later, kennen een variant uit het Sodom van de Bijbel en zij noemen het daarom sodomie. Homerus, de bekende Griekse dichter, vertelt: de koning van Troje heeft een heel erg mooie zoon en die heet Ganymedes. Om hem niet bloot te stellen aan alle schaamteloze blikken van de gewone mannen en vrouwen, laat de koning zijn zoon weeweiden in de heuvels. Ganymedes is de mooiste man van de hele aarde. En hoe Zeus hem ontdekt heeft, vertelt de geschiedenis niet, maar volgens Vergilius, de Romeinse schrijver die het verhaal navertelt, verandert Zeus zich in een adelaar en hij vliegt naar het weidegebied. Daar grijpt hij Ganymedes in zijn bek en vliegt met hem naar de berg waarop de Griekse goden wonen, de Olympus. Op de Olympus maakt hij van Ganymedes de opperwijnschenker van de goden, zeg maar hun vaste barman. En zo is Ganymedes altijd bij Zeus in de buurt, ook wanneer Zeus' eigen vrouw erbij is. Volgens Ovidius, een andere Romeinse schrijver die de middeleeuwen bestudeerde en die het verhaal van Vergilius verder uitspint, geeft Zeus als vergoeding aan de koning van Troje, Ganymedes' vader, een span van de mooiste paarden. En Ganymedes zelf krijgt onsterfelijkheid. Door dit verhaal wordt het relief duidelijker. Dus die vogel is Zeus en die jongen in zijn bek is Ganymedes. Maar wie is dan die man met zijn handen op zijn oren? Dat kon wel eens zijn vader zijn, de koning van Troje. En wat is die enge kop aan de andere kant? De duivel, zegt het gidsje. En dat dier in de klauwen van de vogel? De hond, die helpt bij het weiden van het vee. Er blijven nogal wat vragen over. Want wat vindt Ganymedes er zelf van? Is hij er wel zo blij mee, met die opgedrongen functie bij die onhebbelijke goden? Is hij zelf ook homoseksueel of is hij alleen maar mooi? Vonden de Grieken eigenlijk dat Zeus zich mocht vergrijpen aan een mensenkind in ruil voor een span paarden? En waarom zit dit verhaal hier, gebeeldhouwd op een kapiteel in een christelijke kerk? Kende iedereen in de middeleeuwen het verhaal dan? En waarom hangt er nu precies een Grieks verhaal in deze kerk? Een verhaal dat al van 600 jaar voor Christus dateert. En waarom en door wie en wanneer is het relief kapotgeslagen? Dat zijn typisch vragen uit onze eigen 21ste eeuw. Trouwens, de Ganymedes op de vaas is een van de oudste afbeeldingen die we hebben. En voor uitleg over de hoepel en de haan die Ganymedes vasthoudt, is een lijst met literatuur beschikbaar op de site van het Louvre. Dr. van Meurs beantwoordt enkele vragen. Het verhaal is toch Grieks? Inderdaad, maar het voorbeeld voor het kapiteel is Romeins. De Romeinen maakten veel van de Grieken na. Is het dan een Grieks verhaal door de Romeinen opnieuw verteld? Nee, het is nog ingewikkelder. Het is een Grieks verhaal dat door een Romeinse dichter, Vergilius, opnieuw, maar dan anders, is naverteld. En daar bleef het niet bij. Een andere Romeinse dichter, Ovidius, vertelde het verhaal later opnieuw. En hij voegde er eigen ingrediënten aan toe. Een hond en begeleiders van Ganymedes. In de vroege middeleeuwen werd Vergilius serieus bestudeerd in de kloosters. Maar ook Ovidius was populair.
Het Ganymedes-verhaal werd door een monnik, die van de Griekse versie niet op de hoogte was, uit het Romeins vertaald. Daarna werd het Romeinse verhaal getekend. Sommige geleerden herkennen Virgilius door de adelaar en de man met de handen over zijn oren. Anderen herkennen Ovidius door de hond en omdat ze in de man met de handen over zijn oren niet de vader, maar een van Ganymedes' begeleiders zien. De tekening heeft de tekenaar vast en zeker voorgelegd aan de toenmalige abt die het moest goedkeuren. En toen zijn er waarschijnlijk een paar christelijke elementen aan toegevoegd die niet in het oude Ganymedes verhaal voorkomen. Zoals die afschuwelijke kop van de duivel. Waarom een Griekse sage in een middeleeuwse kerk? Er is rond 1050 na Christus een brief geschreven aan paus Leo de IX door Petrus Damiani, een Italiaanse priester. De brief is bekend als Liber Gomorianus, het boek Gomorra. En die brief zegt dat er veel sodomie is onder priesters in de kerk. En met sodomie bedoelt Damiani geslachtsverkeer tussen partners van dezelfde sekse. Hij geeft een hele reeks voorbeelden van priesters en leken die met elkaar en met kinderen allerlei soorten seks bedrijven. Hij pleit er bij de paus voor om die priesters uit het ambt te ontslaan. Damiani krijgt antwoord van de paus. Hij wordt bedankt voor zijn bezorgdheid, maar de paus ziet nog geen reden voor een rigoureuze ingreep. Ik denk dat die brief een van de redenen is voor dit kapiteel in Vézelay. Het is een boodschap voor alle monniken en priesters, want die kenden het verhaal wel. Het was misschien ook bedoeld voor alle gelovigen en pelgrims die de kerk bezochten. Het is een verhaal dat op twee manieren kan worden uitgelegd. De ene versie voor de priesters en de andere versie voor de gelovigen. Het verhaal voor de priesters is dat jonge jongens tegen hun wil verleiden, zoals Zeus met Ganymedes deed, leidt naar de hel en is ingegeven door de duivel. Het op zijn kop hangen van Ganymedes in de snavel en de man die erbij staat met de handen over zijn oren om de angstkreten niet te hoeven horen, betekent dat de ontvoering tegen de wil van Ganymedes gebeurt. Die horentjeskop met opengesperde muil staat voor de duivel. Die trekt een glimlachende bek met zijn vingers omdat hij blij is met de zonde die wordt uitgebeeld. In de 12e en 13e eeuw was het begrip zonde alles overheersend in de kerk. En seks die niet bedoeld was voor de voortplanting was altijd zonde en altijd het werk van de duivel. Een tweede interpretatie van ene Bergorius dateert van 200 jaar later. Daarin is de vogel niet Zeus, maar Johannes, die de ziel van de mens meeneemt naar de hemel. Die Johannes, die als een van de vier evangelisten altijd wordt weergegeven met de adelaar. Bij Bergorius heeft de vader links zelf veel verdriet, maar hij keurt deze ten hemelopneming natuurlijk niet af. De duivel rechts scheurt uit gram zijn bek open, want hij heeft als verliezer het nakijken. Het kapiteel behelst dus een waarschuwing voor de zondaars, maar wordt ook uitgelegd als redding voor de gelovigen. Let wel, het is nog 340 jaar voor de reformatie. De dubbele moraliteit van de kerk uit Rome, die we in onze eigen tijd nog vaak tegenkomen, bestond ook toen al. De lezing van Bergorius lijkt een gecensureerde versie van het oorspronkelijke verhaal en wil duidelijk de waarheid verbloemen. Was het niet veel te moeilijk om dit via een kapiteel kenbaar te maken? De paus heeft toch wel andere manieren om zijn boodschap af te geven. Maar onderschat de kracht niet van het beeld in de kerk. Het was er altijd, leesbaar voor iedereen wie het aanging, op de meest heilige plaats waaraan de boodschap niet getwijfeld kon worden. In een kerk waar letterlijk iedereen kwam en kennis nam van de verhalen uit het geloof zonder woorden. Als een stripverhaal in beeld. Daarom is het verhaal van de klassieke misdaad hier in de kerk verteld. Het maakte duidelijk dat de gelovigen niet terug moesten naar de tijd van Homerus, maar dat ze moesten luisteren naar de interpretatie van de kerk. Was er echt zoveel sodomie?
Met onze huidige statistische kennis is het aannemelijk dat homoseksualiteit toen niet veel vaker of minder vaak voorkwam dan nu. In 1085 werd het celibaat, dat dateerde uit de 4e eeuw, met kracht hersteld. Priesters mochten niet gehuwd zijn. En daarmee werd de kerk een mannenwereld. Dat hielp natuurlijk niet echt om homoseksuelen buiten de kerk te houden. Maar volgens de Duitse wetenschapper Kolve moeten we voorzichtig zijn met het woord homoseksualiteit. Dat begrip dateert uit het einde van de 19e eeuw uit Duitsland. Eerder moeten we lezen en spreken over een gemeenschap met dezelfde seksen, mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, en het betreft dus ook mannen met jongens. Ganymedes kan ook gezien worden als een van de gelovigen uit de kudde, die door het kwaad, en dat is de priester, ontvoerd wordt. Want alle leiders, of ze nu oppergod zijn of voorgangers, hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Doen ze dat niet, dan staat de duivel klaar om een pact met ze te sluiten. Bij de Grieken kwam het voor dat een rijke, oudere heer een jonge jongen onder zijn hoede nam. Hij zorgde dan voor de opvoeding van de jongen en vaak waakte hij ook over zijn carrière. En volgens sommigen stonden man-man-relaties niet in een slecht daglicht. In de middeleeuwen werden veel kinderen afgestaan aan het klooster. Dat was normale praktijk, niet alleen voor de rijken. De kinderen, in het begin al vanaf hun 5e jaar, kregen opvoeding, scholing, onderdak en voeding. Dat ze niet veilig waren voor misbruik, weten we sinds een aantal jaren maar al te goed. En zo bezien is het kapiteel een uitspraak tegen kindermisbruik, in steen geformuleerd door de orde. Het bevindt zich op een speciale plek, precies bij de uitgang waardoor de monniken en de kinderen de kerk verlieten op weg naar de kloosterzalen. Die ingang naar het klooster bestaat nu niet meer. Maar de boodschap is niet mis te verstaan. Wie seksuele omgang met kinderen nastreeft, levert zich over aan de duivel. En dat is de interpretatie die je nu het meest in de literatuur tegenkomt. Een paar jaar geleden was de grote Rembrandt en Caravaggio tentoonstelling in het Rijksmuseum. En daar hing een schilderij waarin een grote adelaar een plassend luierventje mee de lucht insleurt. En daar stond het verhaal over Ganymedes bij. Het meest opvallende verschil is dat in het kapiteel de adelaar een jonge man in zijn bek houdt en niet een baby zoals bij Rembrandt. Rembrandts afbeelding wordt wel gelezen als ironie, maar ik vermoed dat er een andere interpretatie mogelijk is. Een interpretatie die minder te maken heeft met de katholieke middeleeuwen en meer met de calvinistische cultuur uit de 17e eeuw. Waarin de nadruk nog meer is verschoven naar het afgrijzen dat kindermisbruik oproept en waarin de schuld nadrukkelijker bij de heidense godheid werd gelegd dan op het kapiteel in Vézelay. Om een dergelijke lezing te staven zullen we op zoek moeten naar literaire bronnen en naar interpretaties uit Rembrandts tijd. In ieder geval schilderde Rubens, 25 jaar voor Rembrandt, deze Ganymedes als een mooie, geslachtsrijpe jongen en niet als baby. Hij heeft er dus anders over gedacht dan Rembrandt. Misschien heeft het te maken met de geschiedenis van Brugge, het Sodom van het Noorden, waar in de late 16e eeuw tal van homoseksuelen werden verdacht, veroordeeld, gedood en verbrand. Hoe meer je interpreteert en hoe meer je studeert, des te meer vragen doemen op. Waarom zit dit kapiteel in deze aan Maria Magdalena gewijde basiliek? Wat is haar relatie met Ganymedes? Daarop kunnen we pas antwoorden als we de volgende vraag hebben beantwoord. Waarom is deze basiliek aan Maria Magdalena gewijd? Wie was Magdalena? In de volgende serie, 3 afleveringen gewijd aan Magdalena, volgen we de Nederlandse geleerde Jacob Slavenburg, die en passant ook Dan Brown's Da Vinci-code aanstipt, waarin Maria Magdalena wordt opgevoerd als de echtgenote van Jezus. In de middeleeuwen werd Maria Magdalena gezien als een zondige prostituee, die dankzij Jezus berouw krijgt van haar slechte leven en zich bekeert. Ze is net zo zondig als Zeus, en bij beiden bestaat de zonde uit afkeurenswaardige seksuele relaties.
Juist Magdalena's bekering van de zonde maakt haar aantrekkelijk in die van zondebesef vergeven tijden. Een paar meer of minder waarschijnlijke verhalen laten haar vluchten naar Frankrijk, terechtkomen in Marseille, overlijden als een eenzame boetelinge en haar beenderen als reliquieën terechtkomen in Vézelay. Daar bleef Magdalena de zondares die per toeval de eerste was die het lege graf op paasochtend ontdekte. Een geweldig voorbeeld voor de beminde gelovigen. Bekering van de zonde loont. In tegenstelling tot Zeus die zich nooit bekeerde en doorging met zijn zondige leven. Hem wachtte de duivel. Volgende keer verdiepen we ons in de opvattingen van Violette Le Duc, de hoofdrestaurateur van de basiliek in Vézelay. En dat brengt ons bij de Hugenoten en bij de beeldenstorm. En daarnaast vragen we ons af waar die eeuwenoude hekel aan homoseksualiteit vandaan komt. En tenslotte vragen we ons af, wat is er nu vandaag de dag nog zo belangrijk aan dit kapiteel?